En dan kan die andere vast weg. Het is woensdag, eindelijk geen storm meer, gewoon lekker op de fiets naar school gegaan. En ik heb net al een stukje rondje huishouden gedaan, het draait een wasje, de vaatwas is uitgeruimd, allemaal dat soort dingen. Ik ga nu even een theetje drinken. Vanmiddag ben ik sowieso thuis, Sarah heeft een playdate met een vriendinnetje van school, waar ze al heel lang mee wilde afspreken, dus dat is helemaal leuk voor haar. En ik ga ook gewoon naar huis, ik heb wat dingetjes die ik toch anders wil. Ik verander weer mijn planning, maar ja. Iedereen die lang kijkt weet dat ik mijn planning elke keer verander. Dus daar ga ik me bezig mee houden. Toch een stevige wind. En ik kan lopen, want ze neemt natuurlijk de vriendinnetje mee. En dan gaat hij met de fiets. En ik ben gewoon heel de ochtend bezig geweest. Oudbouwmateriaal, dozen, want dat soort dingen opruimen, wegdoen. Het is allemaal weg, echt lekker. Dus dadelijk even een stukje gewoon huishouden doen. En dan zijn de meiden lekker toe gaan spelen. Dus dan heb ik mijn handen vrij. Dat is echt heel fijn. Dat ze lachen, mensen als ze langs komen kijken als je in het vlog bent. Het is nog steeds heel raar. Ik vind het echt heel grappig. Het is echt erg. Ik ben zo druk bezig geweest. En met die meiden af en toe tussendoor. En met verbouwrommel opruimen nog. En allemaal dat soort dingen. En ze hadden een vriendinnetje met het opgehaald. En ik denk, ik loop naar boven. En ik denk, oh, ik ben eigenlijk helemaal vergeten de camera te pakken. Ik heb helemaal niks gefilmd en ik heb zo verschrikkelijk veel gedaan. Maar ja, ik zat er helemaal in. Dus ik heb ook wassen weggedraaid allemaal echt. Ik heb één half kratje met was nog. Verder is alles weggewassen. Echt super fijn. En ik heb zoveel gedaan en opgeruimd. En maar ja, vergeet te filmen. Ik ga nu in ieder geval naar beneden. En ik ga een lekkere spinazielasagne maken. Daar heb ik echt trek in. En Sarah vindt dat ook altijd heel erg lekker. Oh, dit is zo lekker. Ik heb al gesneden om af te koelen. En mag ik iets laten lekker, horen? Lekker, lekker. Mag ik iets vertellen? Wat wil je vertellen? Nou, ik was een tekenfilm aan het kijken dat de moeder gearresteerd werd. Maar zij wou alleen maar haar kinderen helpen. Wauw. En toen werd ze gearresteerd? Toen moest ze een 5 minuten gesprek doen met de boef. Ja, ik snap het. Ja, en toen had ze een taart gemaakt en zeiden ze... Gefeliciteerd. Ik heb trouwens echt nogal last van opruimwoede vandaag. Want ik heb dit gedaan. Deze tafel, die heb ik al even, maar die moet gerestyled worden. Maar op de een of andere manier lukt dat elke keer nog niet. Maar ik denk, ik ga hem toch vast neerzetten. Want deze, die heb ik nu hier gezet, die moet weg. Maar ik denk, ja, dan zet ik hem gewoon voor nu vast neer. En dan kan die andere vast weg. En als die dan gerestyled wordt... En ik heb echt een tafeltje, zeg maar even een stoel neer of zo. Maar ik was het even zat om 2 tafels in huis te hebben. En misschien dat het restylen pas van het voorjaar of zo wordt. Want ja, buiten wil je het ook niet. Hij moet gescheurd worden. Nou ja, het regent, het stormt en alles buiten. Dus dat schiet niet op. Dan wordt hij gespoten. Maar ja, binnen wil ik hem ook niet echt uitgebreid. Hij moet echt goed gescheurd worden. Dus dat zie ik ook binnen nu niet zitten. Dus ik denk dat ik hem gewoon voor nu even zo laat staan. Die andere tafel die er stond, die moest ook eigenlijk ook echt gedaan worden. Sarah heeft daar met van dat ja, zandslijmachtig opgespeeld. Ze zitten allemaal roze vlekken in, die krijg je er niet uit. Ze zitten allemaal krassen van het spelen. En ja, hij zag er ook niet meer uit. En deze is 1 box vol opbergruimte en ik hou van opbergruimte. Zeker op zo'n manier. Dus ik vind hem echt helemaal leuk. En ik moet even kijken wanneer het restylen dan gaat worden. Hij wordt sowieso anders. Ik hou hem niet wit. Maar dat komt TZT. Nog een beetje lopen rommelen in huis. Maar ja, het is te laat. Dus ik ga even naar mijn nieuwste verslaving. De Handmaid's Tale. Ik ga nog even een stukje kijken voor ik naar bed ga. En ik heb een theetje gezet. Maar ik vind het echt wel... Zo'n goede serie, ik zit er helemaal in na gisteren. Dus ik wil even lekker een stukje verder kijken. Een vlog heb ik ook al geëdit, dus ja.
Zo, ik heb vierkante ogen, denk ik. Nee, valt mee hoor. Het is bedtijd, dus ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!